ben Johan Mulder, ik ben secretaris van Oranje Comité Mede. En wat doet u hier vandaag? Wij vieren hier de verjaardag van de koning, middels een koningsfeest. Ja, kijk, ik zie ook een hele hoop op de achtergrond. Ik zie springkussens, ik heb ook een paar tweedehands zaakjes gezien. Wat doen jullie nog meer? Ja, wij hebben ook een vrijmarkt hier. We hebben dus de luchtkussens en we hebben binnen nog een skitent en touwtje trekken en blokjes heffen en zelfs nog envelop trekken. Dus ja, dat is voldoende te doen hier vandaag. Ja, dat klinkt alsof er een hele hoop te doen is voor jong en oud. Ja. En ja, afgelopen tijd hebben we natuurlijk last gehad van corona. En dat heeft natuurlijk jullie ook getroffen. Hoe hebben jullie dat gedaan de afgelopen jaren? We hebben in 2020 hebben we helemaal niks gedaan, helaas. Omdat de regels toen zo streng waren dat het eigenlijk niet te doen was om iets te organiseren. En vorig jaar hebben we virtueel een kinderbingo gehouden. En dat was ook eigenlijk alles. En verder hebben we niks gedaan. Twee jaar lang niet. Ja, dat is wel natuurlijk mooi dat jullie dat op een creatieve manier hebben opgelost. Maar het moet natuurlijk ook wel heel goed voelen om dat nu weer in het echt te kunnen doen. Ja, ja, daar zijn we heel blij mee. Ja, dat is toch, dit is toch veel, veel leuker met live publiek erbij. En ja, dat je gewoon elkaar weer aan kunt kijken. Dat je weer een feest kunt vieren op zo'n dag als deze. Ja, dat is inderdaad natuurlijk heel mooi. Want u zei er net ook wat over live muziek. Hoe laat is er hier nog een DJ, hoorde ik? Ja, dus DJ Koos, dat is een lokale DJ uit het dorp. En die draait dan vanaf een uur of zes nog wat muziek tot een uur of tien. Ja. En verwachten jullie veel opkomst? Ja, doorgaans hebben we toch wel tegen de 100 tot 150 man in volgaande jaren. Dus het zal weer gezellig druk worden, hopen wij. Ja, dat wordt dus weer een knalfeest, zo hoor ik. Ja. En heeft u verder nog iets te vertellen? Nee, iedereen moet gewoon langskomen. Ja, dat is natuurlijk mooi. Er wordt weer een knalfeest van gemaakt. Ja.